It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here, I hear you calling out. Ah, girl, fuck. En ik weet het niet, maar als iemand mij dat kan vertellen, dan ligt er een heel klein beetje ontlasting voor de meisjes. Maar kraaien, die eten ervan. Maar daar ga ik geen deksel voor. Nee, daar ga ik helemaal geen deksel voor. Dus wat heb ik gedaan? Overgegooid in een andere pan. Lekker geroerbak, spekjes met de roerbakgroenten. Dan weet ik niet meer eens die welke. Japanse stijl. Ja, Japanse stijl. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds donderdag, de eerste van de zesde, 2023 en het is 12:34. En de eerste juni was er altijd wat iets met ons vrouwen. Maar staat niks. Nee, normaal staat het in Google, maar vrouwendag dacht ik. Maar ja, in ieder geval, dus niet. Ja, ik meen het altijd hoor. Ja, maar in ieder geval maakt niks uit. Ik krijg allemaal weer meldingen op de computer binnen. Dat is dat zo uitgedaan, dat geluid, ja. Maar in ieder geval, het is dus donderdag, zei ik al. Vandaag straks komt Willy weer. Weer gezellig, hartstikke leuk. En ik moet nog even met meisjes uit. En dat ken ik nog wel. Ja, dat. Ja, ik lag bij tijd op mijn bed gisteren. Maar ik sliep bijna. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben. Dat je dan bijna tegen de slaap aan zit. Dat je doezelt en alleen een schok door je lichaam. En dan ben je gelijk klaar wakker. Dat had ik vannacht dus iedere keer. Niet leuk, hè? Nee, maar ja, ik ben er weer. Dus ja, ik ben nog wel moe, maar. Ik had zo nog wel willen blijven slapen, maar dat gaat het hem niet als je huishoudelijke hulp komt. Nee. En ik heb ook nog even meer te doen dan niks. Nee. Sowieso de meisjes uitlaten. Ja, nou, dan gaat het mobiel sowieso toch weer mee. En nou ja, we maken er gewoon een gezellige middag van met z'n allen. En ik hoop dat jullie het ook gezellig gaan hebben. Zowel bij jezelf, maar ook met mijn vlogs die jullie krijgen te zien. Dus ik zou zeggen, geniet van alles. En ja, wat de dag ons brengen gaat verder, ik weet het ook niet. Piep niet zo. Maar dat merken we wel. En anders maar niet. Ja toch, we zien wel waar het schip gaat stranden. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook een beetje met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. En ja, maak er wat van, zou ik zo zeggen. Dus toedeledokies. Nou, daar liggen de dames lekker. Eindelijk maar toch. Want Elwin, nou, die mag dolgraag tegenwoordig meepraten. Ja, dan ligt ze te blaffen en te doen en gek te doen en idioot te doen. En nou ja... Jullie zien de twee kopjes staan. We hebben al koffie gehad. En Willy, die is naar boven toe. Normaal doet ze donderdag beneden. Maar omdat ik het woensdag hier schoon en netjes wil hebben, doet ze vandaag enkel hier zuigen. En dan maandag hier beneden. En dan draaien we het even gewoon om. Ja, we draaien het eventjes om. Dus, komt allemaal goed. Het is nou lekker dus boven bezig, lekker schoon bedje. En ik zie wat, ga eens weg. Achter de fiets, een musje. Nou zien jullie het niet meer, potverdikkie. Nee, laat jullie niet
eruit. Nee. Ja, nu zien jullie het. Achter de grote pot komt hij weer. En ik weet het niet, maar als iemand mij dat kan vertellen, dan ligt er een heel klein beetje ontlasting voor de meisjes. Maar kraaien, die eten ervan. Misschien ook andere vogeltjes, dat weet ik niet. Maar er zal wel vitamine in weer in zitten voor een ander dier. Ik niet weten. Ja, ik niet weten. Ja, ook dat had ik voor woensdag netjes willen hebben, de tuin, maar dat lukt me niet. Nee. Nee, dat lukt vrouwtje niet. Ik ga met dit weer sowieso niet naar buiten. Nee, het is mij te koud. Ja, 1 juni jongens, kom op, loop je nog met een winterjas aan. Ja, het is niet anders. Maar in ieder geval, ik ga daarmee aan de gang. Ja. Dus weer even een vlog in elkaar zien te zetten. Ja. Want ik wil andere week, ja, dan heb ik het heel erg druk. Dus dan moet ik wel vooruit werken. Ja. Maar andere week de avondvierdaagse. En andere week de dag. Dat mijn mannetje jaar had kunnen zijn. En dan krijg ik ook nog bezoek. En dus. Moeten jullie spelen? Ja? Moeten jullie spelen? Spelen, hè? Je bent dikke boef! Ik ben een dikke boef, jij. Ja, ik ben een dikke boef, jij. Maar oké, lieve vrienden, ik ga aan de gang. Ja, want de keuken, daar hoef ik niks mee te doen. Want dat is schoon. Ja, dat heb ik gisteren allemaal al gedaan. Dus ja, dat is schoon en netjes. Oh, er wil er een naar binnen. Nou, zullen we dat eventjes doen? Zullen we dat eventjes doen? Hi kind, die Snoepie. Jij wilt Snoepie, hè? Ja, dat weet ik. Mag eerst het raam weer dicht? Ja, wat denk jij? Ja, ho. Ja. Mijn vitrage zat ertussen. Dat vind ik niet zo fijn. Ja. Ja, dat krijg je, ja. Maar ik moet eerst eventjes neerzetten. Zo. Ja, kijk. Krijg je wat snoepjes. Ja. Zo. En dat weer. Ja, kind. Ja, dan zet je vast aan de handdoek. Oh, zo lekker smullen maar. Hé? Ja. Nou, zullen we die weer opruimen? Die zit alweer dicht. Hé? Ja. Oei, ja, daar lag er nog een, hè. Ja. Doe je goed, kind. Hé? Ja. Maar in ieder geval, die wil natuurlijk die kant op, wat logisch is. Denk je erom, Willy is boven, hoor. Doei. Ja, Willy wil wel, hè? Ja.
Kikkeboe. Kikkeboe. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie middag. Het is nu 2:05. Dus ik zou zeggen, geniet en doe je ding. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer even. Ik heb al een vlog in elkaar. En die staat ook al op YouTube. Ja. Dus die is alweer ingepland voor, jawel, dan moet ik even zoeken hoor, 5 juni, oh jee, ik heb die verkeerd, dat staat op juli, nogal ook dat die een hele weg staat, moet niet naar juli, dat heb ik fout gedaan, dat moet naar juni, ja, 4 juni, 4, waar staat die 4 nou? Oh, daar. Zo, dat was bijna fout gegaan. Ja. Denk al, wat zat hij toch op een vreemde plek. Opslaan. Zo. Ja, dat moet ik toch dan even veranderen, hè? Ja. Nou, dan gaan we eventjes er opnieuw heen. Even koekeloeren. Ja, moet wel even gedaan worden, hè? Eventjes koekeloeren. YouTube Studio. Naar content. Ja, nou staat hij goed. Ja, degene die ik vandaag in elkaar heb gezet, die is voor 5 juni. Nou ja, we zitten nu op 1 juni, dus ik loop 4 dagen vooruit. Nou, dat is goed. Ik probeer vanavond nog eentje te doen, maar het ligt er ook aan hoe ik me voel. Ik heb ook al met eten bezig geweest, zodat ik weer fatsoenlijk warm eten in mijn lijf krijg. Ik had eerst in de koekenpan gebakken, maar daar heb ik geen deksel voor. Nee, daar heb ik helemaal geen deksel voor. Dus wat heb ik gedaan? Overgegooid in een andere pan. Lekker geroerbak, spekjes met de roerbakgroenten. Dan weet ik niet meer eens die welke. Japanse stijl. Ja, Japanse stijl. Ik ga de rijst doorheen doen. Heb ik gelukkig nog. Ja, dus dat gaan we er ook doorheen doen. Maar dat ga ik straks koken. Dat zijn toch van die beltjes, dus dat is zomaar klaar. En dan doe ik lekker door elkaar heen. En dan ga ik lekker eten. Maar ik ga nou eerst met de hondjes even weer lopen. Het is net 6 uur geweest. Even kijken. Ja, 6:09. Dus dat gaan we lekker eerst even doen. En dan als ik terugkom ga ik de rijst opzetten. En televisie kijken. En dan gaan we lekker eten. En dan... een vlog proberen in elkaar weer te zetten. Dus we zien het wel, we zullen het wel beleven. Ik zou zeggen, geniet nou ook even verder van jullie avond. En smakelijk eten, bon appétit. En ja, we spreken elkaar later wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Zo, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om naar bed toe te gaan. Althans, ik nog niet. Nee. Ik ga eerst met de meisjes nog even een loopje doen en daarna gaan we pas naar boven toe. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker en mooie dromen. Gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God houdt over ons de wacht. En ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan, dag lieve vrienden.